Microfoon aandoen. Dank u wel, voorzitter. Ik spreek niet namens een fractie, maar wel namens de tweede partij van Nederland bij de afgelopen Europese verkiezingen. En wat ons betreft hoort het buitenlands beleid thuis bij de individuele lidstaten en niet in dit parlement. En dan stelt het mij teleur dat ik zie dat de uitgaven alleen maar verder verhoogd gaan worden. En wie gaat die rekening betalen? Dat zijn de Europese burgers van die landen die netto betaler zijn. En zoals de meesten van u zullen weten is Nederland de grootste netto betaler van Europa. En ik wil daartegen protesteren. We zijn in het bijzonder ook teleurgesteld voor het geld wat naar de Palestijnen gaat. Het is een bodemloze put en er is al een Palestina, een Palestijnse staat, en dat is Jordanië. Wat ons betreft gaat er geen cent naar de Palestijnse gebieden. En wij zullen dan ook tegen deze resolutie stemmen. En ik roep iedereen op dat ook te doen.